Hoi, ik ben Martijn van Wink. Ik heb mijn Pride sokken weer aan en dat kan maar één ding betekenen. Het is weer Pride in Amsterdam. En we gaan de Wink Pride Box uitreiken aan de Pride ambassadeurs. Hoi, Paul. Jij bent dit jaar ook een van de ambassadeurs van Pride. Waarom vind je het belangrijk om ambassadeur te zijn van Pride Amsterdam? Het gesprek moet nog gehouden worden over waarom mensen ons anders behandelen. Dingen waarvan je denkt, hoezo zou je anders naar me kijken? En het is voor mij echt een eer om ambassadeur te zijn dit jaar. En jij hebt zelfs ook dit jaar de official Pride Anthem gemaakt, toch? Klopt. Het nummer heet Hide My Love en het is een protest tegen de censuur van affectie. Wat is voor jou tijdens Pride zeg maar het hoogtepunt? Zelf kijk ik er altijd naar uit, naar de parade. Ik vind het echt prachtig. En dit jaar kijk ik er daar ook het meest naar uit, want ik mag Hide My Love echt 1000 keer zingen na elke brug. En ook bij de Dam closing. En weet je je allereerste Pride nog en hoe dat voelde voor je? Ja, ik woonde net in Nederland en nou, ik stond bij een brug. En ik weet nog heel goed, het was specifiek de boot van de politie waarop stond Proud to protect you. En ik krijg nog steeds dat ik emotioneerd word daarvan, want ja, dat is niet waar ik vandaan kom. En ik vind het zo mooi dat ze daarvoor staan. Nou, dat raakt mij. En daar dan ben ik als trotse Amsterdammer, ja, heel blij. Tof. Nou, je krijgt dus een Wink Pride Box. Die kan je lekker uit gaan pakken. Heel veel plezier. Oh, happy Pride. En ook voor de mensen, happy Pride. Dankjewel. Happy Pride, everyone. Thank you, Wink.